Welkom iedereen bij de hel van onder water. Eenmaal Wagner, altijd Wagner. Waarom ik dat zeg? Geen idee. Combination. Hou hem even in de pizza's. Maar ja. We hebben deze even opengeblazen. Hoe moet je dit doen? Eigenlijk heel simpel. Gewoon het waterniveau veranderen en dan compleet rechts zijn. De zware leven van de watertempel waar het zo makkelijk is dat je gewoon dingen gaat vergeten. Nou, probleem is gewoon van deze fucking tempel. Het idee is goed, alleen de uitvoering is fucking drama. Maar ja, dan is... Wat we moeten doen is, we moeten weer helemaal naar boven toe. Het waterniveau naar boven brengen. En dan een deur openen die we nog niet hebben geopend. Dat is het idee nou achter. Weet je wat ik me nu realiseer? Nou. Ik heb paaseitjes meegenomen. Van beneden, maar er zitten nootjes in. Ik lust geen nootjes, dus... Wat is mis met jou? Waarom is er geen nootjes? Oh, dat is zo Oh, die smaak zit nu weer vies in mijn bek. Gadverdamme, het is de pittenbrood. Hoef je me ook nooit te geven, want dat weiger ik gewoon te vreten. Wat? Oké, lust jij geen hazelnoot of heb je allergie tegen? Ik lust het gewoon niet. Oké. Net zo, maar ik weet niet, dat pittenbrood, bijvoorbeeld boot met pitten erin, dat kan ik ook gewoon niet eten. Dan ga ik echt over mijn nek. Raar. Weer iets waar Homer en ik in elkaar verschillen. Ik vind chocolade, hazelnoot... eitjes vind ik lekkerder dan normale eitjes. Ik kan, melk. Want, en pittenbrood dan, wat vind jij daarvan? Pittenbrood heb ik op zich geen problemen mee als het normale pitten zijn. Ik versta er geen reet van. Als het normale pitten zijn, als het niet... het brood niet alleen bestaat uit alleen maar pitsoorten. Maar als het maar één soort pit is, dan heb ik er geen probleem mee. Dan hoef je me echt niet te geven, want ik kots het echt uit. Gadverdamme. Ah ja, wat we nou gaan doen, we gaan nou even naar het plekje toe, het hoogste niveau. Ik weet op zich niet precies in mijn hoofd waar we dan naartoe moeten, maar ik heb wel op zich een idee. Het is niet hier. Zo, je staat lekker op een sterren spijkers, volgende keer. Ik zou niet wel met pijn doen, want we staan alleen met één voet erop, we liggen niet eens op. Net zoals de logica van Mega Man. Ja, ik ben gemaakt van fucking beste machinemateriaal wat er is. Ik ga dood... Door fucking spijkers, ja. Nee. Logic. We have none. Welcome in the life of... je weet. Ja. Dit is ook een van de problemen die ik heb met... games met dungeons. Het is gewoon... Altijd spikes. Altijd spikes. Oké, we zijn nu bij het punt waar ik moest zijn. Ik vind het leuk om dit met de bom te doen, want... Het is gewoon fijn. Iets met timing ofzo. Ik weet niet waarom ik het leuk vind. Nou, vraag je, weet je eigenlijk hoe lang Glenn hierover heeft gedaan? Geen idee werkelijk. Want voor mij ben ik naar Glenn de volgende die OT doet. Yep. Tenzij er iemand nou in de komende paar weken OT begint. Kan, je weet het nooit. Dat had ik niet echt verwacht, want welke let's player zijn nog in Nederland? Ja, niet veel. En ik beperk het dan meteen, die wij kennen. Ja, dan is het echt niet veel. Nee, want er zijn heel veel let's players in Nederland, maar 80% is daar van Minecraft. Ja. En hier zie je het punt waar ik daarvoor had. Gewoon simplified. Mag even meen dit. Wat? Dit meen ik. Vraag je, wat zie jij daar? Wacht even. Ja, dat stukje, ja. Dat is verrot. Nee, wat zie je in de verte? Een deur die op slot is. Dat heb ik niet. Ja, dat weet ik. Want dat is het punt waar ik vast zat. Je zit nu precies op het punt waar ik vast zat. Alleen jij zag het slot en ik was al bezig met naar daar met die shit doen daar. En toen pas kwam ik achter. Laten we even kijken. Er zijn al een paar sloten waar we nog niet... Een paar kistjes waar we nog niet zijn langs geweest. Maar... Ik heb ook niet echt een idee... Wacht even, ik heb ook voor mij een idee. Wee! GG. Ja, ik wist het. Dan spawn je hier. Mooi. En je komt niet tot de conclusie, hé, misschien moet ik gewoon springen, dan kom ik er ook wel.
Nope. Nee, hier kom ik niet bij. Ah, heerlijk. Ja, leuk hè? Nou, ik had het hele ding in mijn hoofd, alleen ik ben even kwijt waar je een kistje moet halen. En ik vind het zo vervelend dat je hier net niet bij kan met de normale hookshot. Want ja, we hebben het in de vorige part ook al gezegd, deze watertempo is gewoon een probleem. Je weet niet precies waar je naartoe moet, omdat dat fucking centrale hub heeft van lik me vestje. Waarom? En wat al ergens nog is... Dit is zelfs de range van een fucking hookshot, hij gaat er zelfs naast. Yep. Maar hij vertikt het gewoon om mee te werken. Oké. Okay. Even kijken, dan zijn we drie, hè? Dat is naar beneden. Oké. Okay. Oké, okay, laten we hier maar een keer proberen. Oh, wacht, nee, dat is het kistje van dat. Waar we net waren, is een gigantische deur en dat is het boski. Mm-hmm. Of de... Nee, wacht even, dat is de hookshot. Yep. We moeten naar de eerste vloer heen en dan links. Moeilijk, hè? Nou, het probleem is niet een moeilijkheid. Het probleem is gewoon dat het gewoon fucking verraar is dat je telkens iedere fucking kant op moet. Ga nu naar links. Ga nu naar rechts. Ga nu naar links. Fuck jou, we gaan naar rechts. Het is Zelda, wat verwacht je? Nee, ik verwacht van Zelda tenminste even iets normaals, maar niet dit. Waarom? Ik moet de eerste vloer hebben, dus... We zinken. Let's drown! Drown this way. Let's drown this way. Oké, okay, als het nu goed is, zitten we op de eerste vloer. Ja. Oké. Okay. En dan gaan we hier naartoe. En hier moeten we ook naartoe, want hier zijn de volgende schatkistjes. Dus dan zou ik het raar vinden als... We zijn hier waarschijnlijk ook eerder geweest, weet ik zeker. Ja, want daar hebben we onze... Ik hoor onze grote vriend al. Oké, nu zit op B-vloer. Gaan we weer omhoog komen daar. Ja. Heerlijk deze tempo, hè? Ik, ja, denk ik, ook wat ik ga denk ik ook wat stukken uitsnijden. Als... Om ervoor te zorgen dat deze part niet weer 50 minuten lang wordt. Ja. Ik doe het gewoon voor het simpele feit dat... Fuck. Want er is een eerst makkelijke manier om van niveau te verwisselen. En dat kan ik maar net zo goed gewoon offscreen doen. Anders duurt het zo fucking lang. Mm. Even kijken. Zijn we in deze kamer? Ja. Oh, even. Nee, dat meen je niet. Nee. Ik weet waar ik naartoe. Ik weet waar ik de volgende schatkistje moet halen. Dat is het allereerste. Oh, en wat zie je daar? Nou, wat zie je daar, Harm? Oh, crap. Dat is fucked. Up. Dus ja, ik ga even het part even op stop zetten en dan zien jullie zo meteen weer. Tot zo. Daar waren we weer. Deze game is zo flauw, want we hebben alles precies gedaan zoals we wilden. Alleen raad eens wat we nou net niet hadden. Een sleutel. Nou, sleutel wisten we, maar raad eens wat voor plekken zit. Het is echt op zo'n rot plek. De game is Zelda. De claim laat eigenlijk wel zien waar het zit. De claim? De game. Je zei de claim. De claim, ja. De claim. De clip. De claim. Want het gaat hier omhoog. Wat zit daar? Een fucking gat. En waar moeten we naartoe? Naar dat gat. En wat zit er in dat gat? Een fucking sleutel. Hij is al verder dan mij uitgekomen. Met nadenken.
En dat meen ik. Want ik en nadenken is geen goede combi. Oh, dan is mijn tip hier al voor jou. Speel nooit fucking games zoals Summer Night, want word je helemaal gek. Oh, toen glijdt mijn microfoon van me vandaan. Heerlijk. Wat? Nee, dat je mijn microfoon wegglijdt ervoor. Hoezo, hoorde je het dan? Ja. Oh, sorry. Oké, de bedoeling hier is... Nou, wat zal het toch zijn? Als je slim bent en de speedrun tactics doet... Wat ik hoop dat je nu gaat doen. Dan druk je nu gelijk op start. En ga je zo doen met die schoenen aantrekken. Welke schoenen? Iron Boots? Nee, de andere. Of moet je ze verslaan? Ik moet ze verslaan. Meen je die even? Ja. Ik denk jij moet naar boven, want dit is een stuk waar ik nog nooit ben geweest. Zo kan je nagaan, Harm heeft eigenlijk niks gedaan van deze hele fucking tempel. Hey. Ik heb wel de eindbaas verslagen, ja. Het was Justin's idee, oké? Ja, blijf maar Justin. Zou ik ook doen. Ja, hij heeft meegedaan bij die tempel. Ja, ik snap het niet. Dan doe je een moeilijke tempel zoals deze en dan vraag je Justin. Wat is dan mis met jou? Ja, wat moet ik dan vragen? Ik heb jou al gevraagd voor de Fire Temple. Dubbele tempel achter elkaar. Ja, had gekund. Ja, ik had ook iemand kunnen uitnodigen voor Guinness Tower. Heb ik ook niet gedaan. Voor mijn windweker LP. Oké, nou heb ik alles gehad hier. Enige wat die nog moet gebeuren is deze. Hoopje. En ik haat Shell Blades. Dank u. Zo, en nu? Ga je niet om... Oh, fucking hell, zijn nog meer. Ah, wat nou laatste? Ik zei het toch? Oh. Maar na. Life is life. Fuck. Hop, je kan het. Haat dan deze fucking tempel. Ja, true. Oké, nou hebben we deze. Pakken we de Kokiri boots. Gaan we omhoog. Let's fly away. En dan zijn we eindelijk weer hier. Kistje open tikken. En we zien u zo meteen weer bij die waterval met de mooie blokken. Tot zo. Daar waren we veel weer. Succes in de hel, Jordi. Oh, dit is geen hel. Dit is echt zo'n hel. Je hebt het dom als je springt. Huh? Je wou springen, of wee. Je... Kijk, je bent... Ja, je bent game over. Wat? Ik dacht al. Dacht al even, wat de fuck. Nee, dit is gewoon een complete reden. Ik wilde gewoon even compleet geheeld zijn. Nee hoor. Hé? 3, 6, 9. Ik ben niet schil. Ik heb ook niet gezegd dat je schil was. Het zei net wel, Krenk. Ik zei helemaal niks. Ja, het is goed. Privé. Kom op. Je bent er bijna. Dank u. Want als je gewoon in het midden staat, is er geen truc aan. Nee, ja. Als ik heb uiteindelijk 8 platformen, 8 tot 10 platformen moeten gebruiken. Aha. Zie je? Ik krijg gewoon hoofdpijn van jou. Weet je wat het beste is? Je bent nog niet eens op de helft van de tempel. Nee, dat is nog allerergste, ja. Ik heb nog gezegd 2 uur. Ik had eigenlijk mijn W-split aan moeten zetten. Doe maar niet. Nou op zich, als je alle stukken hebt gehad en je hebt het dungeon item is niet echt heel veel moeite nog. Maar tot die tijd is echt een drama. Was het wel duidelijk. Want op zich, de sleutelzaal is hier het grootste probleem.
Zelfs jij moet dat toegeven. Ja. Ik ga even in mijn eentje de urn dansen, waarom niet? Nee, pas bij, bij 600 subs, hè? Kom op. Maar even oefenen. Hij denkt ook echt dat hij 600 subs haalt. Oh ja hoor. Ik dacht, als ik dit mis, dan moet ik me echt schamen. Oh ja, daar is ook nog een reden waarom ik geen fan ben van FPS'en. Ik kan gewoon voor geen meter mikken. Ik dacht ook niet echt dat deze, dat de controllers hiervoor echt gewoon drama zijn, maar ja. Oké, ik ga gewoon in de bathroom van Nintendo Capcom luisteren. In de bathroom. Eerlijk, als je dat als ringtone doet, hè. God, dat werkt niet. Ik weet dat er lichtelijk maar realisatie, maar dat werkt. Jij bent gek. Ik gooi wel een bom naar zijn kop. Ik wil ook pijlen tegen de man schieten. Nee, fuck pijlen. Bommen is where that. Ik heb bijna bommen, by the way. Ik heb 20 bommen. Dit ziet er een beetje fout uit, vind je ook niet? Ja, joh. Wacht even, hebben we daardoor niet damage van? Dank u. Er heet ook nog iets, een schild. Hoezo? Gast. Ik dacht toch, wat ben je aan het doen? Welk deel van niet kunnen mikken moet ik uitleggen? Je hebt ook geen grote riepiebek. Hey! Miniboss, eindelijk. Genieten. Oké, miniboss is niet aanwezig jongens, we gaan gewoon verder. Miniboss had geen zin in de afspraak. Als je kan al lang omkijken. Of dat je voorbij die boom bent. Nou jongens, hier is de miniboss. Het is Harm. Nou, kijk hoe jij het doet. Ik ben hier game over gegaan. What the fuck? Oh god, nee. Je bent precies dezelfde tactiek als mij. Zweetjes, dat deed ik ook. Dat bedoel ik, hij staat ineens op je zwaard. Ik weet het niet hoe dat gaat. Gaat het zelf niet. Er is geen makkelijke manier. Of dat je zelf gaat. Ja, ik heb echt geen idee hoe je deze schuld moet verstaan eigenlijk. Ik weet wat ik gedaan heb nu weer. Ik weet het weer. Ik weet wat ik gedaan heb. Nou, verras me. Ik heb die zwaaier de hele tijd lopen doen. Die fiets. Maar ja, ik heb het meer dan 5 keer moeten gebruiken. Aangezien je maar genoeg hebt voor 1. Moet wel alles mee zitten, want zijn schild kan het ook nog eens tegenhouden. Fuck it, Megaton hebben. Wat? Fuck it, Megaton hammer. Nee. Wat? Nee. Ah, pleurel. Nee, die ga je me niet menen. Heb ik het gewoon met een Megaton hammer kunnen doen? Fuck jou. Fuck. Eigenlijk nog, ik denk dat ik... Ik dacht alleen, wacht even. Je staat hem normaal met de Big Gorn Shot, maar als je hem niet hebt... Was daarna het sterkste, Megaton hammer. En het werkt ook nog. En toen ging hij ineens aanvallen. Stout. Klaar. Waarom wist ik dat dat het laatste was? Weet je nog welke deur je moet hebben? Ja, er is open is gegaan. What the fuck? Wist je niet, de kamer verandert. Ja, maar ik bedoel van ineens was je beeld even vaag. Ja, dat is een van de problemen van de inbraak. Beste item uit OOT gaat nu opengemaakt worden. Ja, de long shot. Niks meer dan een upgraded hook shot. Nou. Als je wil als je afvraagt, hebben ze te weinig ideeën gehad voor items, dan geef ik hier het antwoord. Ja. Heel erg. Deze heb ik zo vaak gespeeld dat ik hem aan mijn kop ken. Ja, vind je het gek? Oh, Majora's Mask. Nou,
fucking hell. Zelda's Lullaby, are you fucking for real? Nee. Het is Song of Time, het moet wel. Laat maar aan, ik stond er net niet goed voor, of wel? Nee, nee, ik stond er niet goed voor. Dat is toch altijd. Je moet er ook niet opstaan. Fuck it, ik wil erop staan. Dat kan de N64 niet aan. Onthoud dat nou. Ga er nou niet opstaan. Oké, Navi, wat heb je te zeuren? Hey, is it that the same design that's on the Door of Time? Nee, het is dezelfde design als voor mijn fucking voordeur. Nou goed. Nice voordeur. Dat zou, ja, toen wou ik net zeggen, dat zou wel een nice voordeur zijn, ja. Are you fucking... Told it. Stupid idea, stupid, stupid, stupid. Het zijn Japanners, wat verwacht je? Nou, welkom bij deel 2 van de meest idiote plekken die er zijn van deze fucking tempel. Heb je zelf serieus dark genoemd? Ik wil hem ook idioot noemen, maar dat keek ik niet op zin. Ik word aan het einde gecursed. Curse you, dark. Als ja, je weet wat ik bedoel, dan... Ja, ja. Dan ben ik een GG weekend. Zo. Oh, Patje, wat zing je vroeg? Discussie over muziek kan ik zeker ook niet met jou vol of doen, of wel? Hangt er vanaf. Ben je net zoals met Tyler, dat je alleen maar naar slechte muziek luistert, of... Wat bedoel je? Ik luister OST muziek, ik luister dubstep, ik luister echt alles, bijna. Ik luister techno, ik luister house. Ik hou toch het meest van game muziek en techno muziek. Oké. Okay. Oh, telefoon ophalen, anders heb ik vanavond geen video's om te kijken. Nee, heb ik geen iemand... sugar die 10 minuten over een parrot gaat doen. Nee, dat ga ik... Want iemand heeft nou beloofd dat hij een bepaalde film zal kijken. Ja, dat geloof ik maar niet dat ik hem mongol of heb. Nee, het ook niet. Het is 5 uur video. Dan denk ik ook helemaal gaan kijken. Tuurlijk. Nou. Kijk wat tot hoever ik kom. Als ik 10 minuten verveeld ben, dan kap ik. Dan ben je net voorbij de cutscene, man. De intro. Meen je die? Ja. Kijk, dit is ook wat ik precies een beetje haat aan... Ik geef ook gelijk in aan de toetsenbord. Het is zo fucking... slecht en... Je hebt niet echt... Sensitivity. Je hebt een beetje sensitivity issues. Toegeef, dat kan je wel mooi oplossen, maar het is heel vervelend. Wat heb ik helemaal moeten doen met de Stone Tower Temple? Dat is helemaal een drama. Nou ja. Zo, klaar. Controle gaat weer omhoog. Serieus? Weet je nu zeker dat je nog opneemt? Hè? Huh? Wat bedoel je? Nou, omdat je ineens de controls... Nee, dat heb ik al vaker gedaan. Dan gebeurt er gewoon niks. Dan zegt dit de CPU pauze. Vergeet je hier nu wat? Vergeet je hier beneden niet nu wat? Wat heb ik... Zal ik zeggen, wat heb ik hier naar beneden te doen? Nee, nee, laat maar. Als je wat vergat. Nee. Oké, wat we nu moeten doen is de plek zoeken met een lange looks. Met een lange... Oh ja, ik kreeg 5 euro toch? Nee, grapje. Sorry, maar als we een normale weddenschap hebben, dan geef ik ook heel erg toe dat het mijn fout is, maar... Anders, nee. Zo, hoe lang zijn we nu al niet bezig, gast? Op zich niet zo heel lang. Bijna 2 uur. Bijna. Het is gewoon 9 uur. Toch even, we begonnen ook niet om 7 uur precies, hè? Nee, komt door mij. En het tempo ging niet zo precies zoals ik wilde, dus ja. Ach joh, volgend tempo heb je echt in een drie kwartier. Ja,
desalniettemin, dit is ook de enige tempo waarvan ik ook echt zeg, dit duurt lang. Dit duurt lang niet omdat het fucking moeilijk is, het duurt lang gewoon omdat het fucking tedious is en je raakt snel verdwaald. Hopelijk heb ik hem weer tot compleet hoog, want dat zou fijn zijn. Oké, compleet hoog. Dan zoeken we een plekje waar we kunnen hoekshotten. Als ik hem even meewerkt, dank u. Oké, daar moeten we zo meteen naartoe, want daar is de bos uiteindelijk. Ja. Yep. Alleen moet je de boskie nog vinden, dan kan je beginnen. Ja, dan is de vraag, waar is de boskie? Dat weet ik ook niet. Daar kan je zwemmen. Oké. Ik ben nu alle gangen langs geweest, behalve op vloer 1 en vloer 2. Vloer 1 moet ik de bovenste schacht nemen, dan zo, oké. De bovenste schacht. Ja, bovenste schacht. Serieus, als je daar grap over gaat maken, dan ben je echt diep gezonken. Ben ik al waarder, dus wat maakt het uit? Snap je, gezonken, we zijn in de watertempel. Het is nog heel een chugga. Maar nee, wacht even, chugga maakt sterk. Het wordt toch weer 10 minuten vandaag. Dus. Hij gaf zelf toe toen van de week dat het nog 5, 6 parts zit. Tegen deze tijd heeft hij al lang een nieuwe LP gedaan. Ja, denk ik dat ook. Is Animal Crossing eindelijk bijna op zijn einde. Eerst vond ik het leuk tot die doorgingen, nu denk ik zo van ja, kap er eigenlijk maar mee. Want ja, het maar is het zijn alleen maar updates. Updates dit, updates dat. Ja, een update van 10 minuten gisteren. Tot het jarig was. Nou, en tot bloemen in bloei stonden, dat is het. Dat was het echt gisteren. Ja, hier moeten we nou naartoe, want wij melden hoek de longshot, dus we kunnen verder reiken. Zo. Want hier waren we vaak telkens naartoe gegaan, maar we hadden niks aan, want nou ja, zoals je ziet, we kunnen niks hier. Daarom. Maar nu we de longshot hebben, kan ik zo in naartoe krempen. Open we de fucking deur. Waar de fuck zijn we al, fucking hell. Welkom. Velke, ik ga gewoon zwemmen. Helemaal gek. Dit is committing suicide, gast. Sorry, maar op dit moment, I don't care. Ik ga gewoon lopen, ik ga gewoon onder water en fuck it. Nieuwe manier om dit te doen. Snel? Nee. Handig? Ja. Want dit is mijn vraag, wat is anders dan de mogelijkheid om dit te doen? Oh, Nick wordt geplet. Nee, maar dat is echt mijn vraag. Hoe moet je dit anders dan doen? Die gasten vermoorden. Met pijl en boog. Stuk voor stuk. Waarom is het ingewikkeld? En dan naar de overkant zwemmen. Zo doe ik het. Zo heb ik het gedaan. Nu ren ik met deze kamer weer. Ja, het erge is, je hebt al gewoon niet meer genoeg pijlen. Nu zeker niet meer. Nu helemaal niet meer. Ja. Zwemmen naar de overkant. Lijkt ook een puik idee, ja. Gewoon recht naar voren zwemmen. Ja, dat je bent een lul. Ik denk dat je het niet gaat redden. Hier heb je glas van de stroming, hè? Oh ja. Als we weer zo vriendelijk zijn om me te willen helpen, dank u. Zie je wel dat monsters aardig kunnen zijn, Harm? Ze helpen me zelfs aan de overkant. Zijn de light arrows, by the way, ook OP in de Majora's Mask? Ja. Gewoon één hit, one KO.
Bij Wind Waker, je hebt echt voor 10 minuten heb je de light arrows. Je maakt even 5 enemies kapot en je kan er gannen. Oké, ik heb een heel rondje gemaakt eigenlijk voor het ding. Boeien. Oh fijn, ik heb niet eens dit ding nodig. Ik heb de bommen nodig. Hey, dit stuk lijkt me zo erg gewoon op een stuk waarvan ik denk, oké, ik moet shit gaan gebruiken wat belangrijk is. Nope. Ah, mag ik proberen. Grab. Nee, ik moet even het andere stuk ook even hebben. Want de bedoeling van deze tempel is... Nee, naar deze kamer is... Breng dat blok op dat stuk. Dat is de bedoeling. Ja, ik moet het doorduwen. De tactiek die ik gebruikte was wel goed. Alleen deze tempel maakt zich gewoon compleet loco. Wat? Oké, dat klopt niet. Wat niet? Wat die vis deed. Wat maar aftikte. Ja, maar tot hij op land kwam. Nou, dat kunnen ze. Nou, dat is nieuw voor mij hoor. Het zijn rays. Stingrays, dus dat kunnen ze wel. En weer opnieuw, weer iets wat zo irritant is om gewoon te doen. Ja, en dan mag je weer terug gaan lopen. Ja. En dat is ook het probleem met deze hele fucking tempel. Alle puzzels zijn zo irritant om voor elkaar te tikken. Ja, maar de Forest Temple is ook geen pretje. Forest Temple heeft één probleem, dat is gewoon die blokken, dat is alles. Daarnaast zijn de puzzels die ze hebben wel leuk. Ik vond die ene met die tijd ook wel kut. Dat je op tijd ding moet invullen. Niet op ja, tijd, ik heb gewoon er wat gegokt en deed was nog goed ook. Nou, ik dacht, oké. Zo, lekkerder. Mooi gemaakt Nintendo. Zo, Flarge. Dag, dat ding is gewoon pleit nu. Oké. Je bent er bijna gast. Bijna, ja. Ik zou echt vissen afvieren. Vier ik ook bijna. Als het niet voor twijfel was dat de bos niet... Als de bos leuk was geweest, dan was de tempo ook leuk geweest. Maar de bos is ook een drama, dus ja. Ik spring wel naast. En vraag is dan eigenlijk, hoe kom je weer omhoog? Zijn we zien boven een plek of zo. Ja. Kom weer naar beneden. Ja, zie je. Want we mogen ook nooit zeggen van ja, mensen komen nooit in het gat terecht. Mensen komen geheid in het gat terecht. Sowieso. Nou ja, poging 2. Je gaat me niet zeggen dat zo'n ding op zo'n fucking... Wat? Zo'n ding op zo'n pak? Nee. Yes! Zulke momenten zijn episch. Dat was echt een lakbeest. Waar gaan we? Ben ik nou voorbij de... Nee, ik ben niet voorbij het ding gelopen. Mooi. Nou, erin. Ja. Wait, what? Ja, nu heb je mij ook even niet. What? Er zit... Oh my god, no way.
No way. I mean it. Moet je naar rechts lopen? Ja. Is er zelfs een rechtsoptie hier? Wat is dit voor daar in de tempel? Oh shit. Oké, tot zo. Daar waren we weer. Helemaal omgelopen. Deze... Wat mogen we gaan doen, Ham, denk je? Wat heb je mogen doen? Ja... Daar naartoe, naar rechts, onder. Yeah. Even huilen. Oh, fuck you. Nou, dan gaan we hier naar beneden. Dan vallen we. Hoezo? Klote. Design. En natuurlijk weer deze dingen. Arm. Wat? Oké. Want waar moeten we nou precies naartoe gaan? Want er waren nog twee kistjes over. Als je naar de derde etage moet... Goh. Nee, tweede vloer. Er waren twee kistjes over. Eentje was sleutel, ander was de boski. Oh my god. Welkom in de hel. We gaan wel auto, why? We gaan wel naar de tweede vloer. Tot zo. Oh my god. Daar waren we weer, oké. Proost. Ik heb altijd een mooie binnenkomer. Als je weer gaat recorden. Oh, wat een hel is dit, jongens. En het allerleukste is nog, waar doen we het voor? Voor een chest die we lange tijd al hebben gezien. Wat doe je het voor dit dingetje, dit schatkistje? En dan mag je weer een etage naar beneden. Ja, dus we zien zo meteen bij dat stuk. Tot zo. Ik weet dat dit heel veel snijwerk is, maar ja, het zij zo. Tot zo. Kurt voor Jordi. Oké, deur, fuck deze tempel. Allemaal... Krijg je voor al die moeite, je hoeft geen eens een enemy te verslaan. Volgende deel. De fucking boss. Tot dan.